Reizigerstrein naar Terneuzen, motie gaat op transport en minder treinen door een tekort aan personeel. Dit en meer zie je in Real Magazine Inside. Op 9 juni werd een speciale trein gereden vanaf de interface terminal in Gent naar Terneuzen. Dit in het kader van het beter bereikbaar maken van de North Seaport. Voor de groeiende Nederlands-Belgische haven North Seaport, de naam van gefuseerde havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, is een optimale bereikbaarheid van levensbelang. Niet enkel over het water, over de weg en per pijpleiding, maar ook via het spoor. Door de realisatie van drie spoorprojecten in de kanaalzone Terneuzen-Gent kan North Seaport zich verder op Europees niveau ontwikkelen als grensoverschrijdende multimodale haven. De partners van het project Rail Gent Terneuzen reden met de trein door het havengebied... ...om zo kennis te maken met de huidige spoorinfrastructuur en de toekomstige ontwikkelingen. De trein bestond uit twee Linneas locomotieven en de rijtuigen van de Dinner Train van Train Charter Services. Het spoorproject Rail Gent Terneuzen omvat drie infrastructuurprojecten. Een nieuwe spoorlijn op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en Zelzaten in België. Een nieuwe Zuidoostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskeelbrug... En een nieuwe sporenbundel aan het kluisendok. Dit laatste project wordt momenteel al gerealiseerd. Ook is het idee om reizigersverkeer tussen Gent en Turneus op termijn weer te reactiveren. Reizigerstreinen zie je normaal niets op de betuwe route. Maar door werkzaamheden kan het toch voorkomen dat internationale reizigerstreinen worden omgeleid via de goederenroute. route. Zo ook in het Pinksterweekend. De ICE-treinen tussen Amsterdam en Frankfurt en de Nightjet werden omgeleid vanaf Utrecht via de Betuwe route naar Emmerich. Na een zeer lange tijd bij Bamrail in Dordrecht buiten dienst te hebben gestaan, is MOC 27 verkocht en naar Apeldoorn overgebracht. Mosi motie staat voor moderne SIC, waarvan in 1996 drie prototypes zijn gebouwd door NS in de werkplaats Tilburg. Het had dé vervanger van de SIC moeten worden, maar door de privatisering liep dat anders. Het transport van motie 27 werd verzorgd door rail-experts, die hiervoor de motorpost en een last-mile diesel inzetten voor het rangeerwerk in de Dordrechtse Zeehaven en op het eindpunt Apeldoorn. Na een revisie zal de motie voornamelijk gaan rangeren op het emplacement van Apeldoorn. Door de grote verbouwing op Amsterdam Centraal is het goed mogelijk dat er jarenlang geen Eurostar treinen rijden vanaf Amsterdam Centraal naar Londen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen aan de Tweede Kamer. Op het perron waar de Eurostar aankomt en vertrekt staat nu sinds een paar jaar een lounge met security- en paspoortcontrole. Maar voor deze lounge zou door de verbouwing vanaf begin 2024 geen ruimte meer zijn. Hier zou een werkplek komen voor de aanvoer van bouwmaterialen. Een alternatieve lounge en afgezonderde loopstroom naar de treinen is niet zomaar voorhanden, aldus de staatssecretaris. ProRail is nog steeds op zoek naar een locatie voor de tijdelijke terminal. Volker Rail heeft een order geplaatst voor een nieuwe hybride stopmachine voor de Nederlandse markt. De 65 meter lange stopmachine met hybride aandrijving van fabrikanten Plasser en Teurer is de eerste in zijn soort die zowel kan rijden als werken op het Nederlandse spoor. Zowel op het normale spoornet als op de Beethoven route en de hoge snelheidslijn. Hiermee is het een unieke en emissiearme stopmachine voor spoorwerkzaamheden. De machine maakt tijdens de werkzaamheden gebruik van de elektriciteit van de bovenleiding. Als er door omstandigheden geen spanning op de bovenleiding staat, dan maakt de machine gebruik van een schone dieselmotor. Ook voor het transport kan de stopmachine gebruik maken van de bovenleiding, waardoor de stopmachine voor 80% emissievrij kan worden ingezet. Daarnaast is de machineinstallatie zodanig ontworpen dat op termijn de dieselmotor vervangen kan worden door een waterstofaandrijving. De stopmachine zal medio 2024 worden geleverd aan Volker. Rail. Al een tijdje zijn er op de Zaanstraat geen nieuwe SNG-treinstellen meer aangekomen. Door de verbouwing van de Hemweg is het niet mogelijk dat de transporten hier langs kunnen. De bakken van twee complete treinstellen staan bij Broekman in de Botlek te wachten op verder transport. Door de verbouwing van de Hemweg zijn er ook weer treinstellen via het spoor gearriveerd. Achter de Rail Adventure 9903 zijn de SNG's 2787 en 3038. Op 11 juni het land binnengekomen via Bad Bentheim en naar De Zaanstraat getransporteerd. Wil jij de nieuwste trein besturen van NS? Dat kan. Omdat NS 1100 vacatures open heeft staan, zet NS op diverse stations een treinsimulator neer. Aankomende zaterdag staat de simulator op station Alkmaar en 24 juni op station Deventer. 2 en 3 juli staat de simulator op station Rotterdam, waar je ook de nieuwe intercity kan bezichtigen. NS heeft te kampen met enorme personeelstekorten. Op diverse trajecten rijden er daardoor ook minder treinen. Vanaf 13 juni zullen tussen Rotterdam, Schiphol en Arnhem structureel minder treinen kunnen rijden. Ook vervallen de prestigieuze 10-minuten-treinen naar de Randstad. Die zullen nu om het kwartier gaan rijden. Maar ook op de trajecten van Arifa in het noorden van het land rijden er minder treinen. En spoorbeheerder ProRail heeft ook te maken met een tekort aan personeel. Al enkele malen zijn er noodgedwongen treindiensten geschrapt omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Dit komt omdat er te weinig bezetting was op de verkeersleidingspost. Dat was het weer voor deze week, maar over twee weken zijn we weer bij jullie terug. Vergeet in de tussentijd niet om je beelden op te sturen naar real@voordekop.nl en je te abonneren op dit kanaal. En laat meteen even een reactie achter. Doei!